Hey, welkom terug in de winter van het jaar 29, als ik me niet vergis. We gaan verder in Farthest Frontier in onze stad Avalon. We zijn aardig op weg tier 3 af te ronden. Kijk, wat hadden we nog meer openstaan? Glassmaker bijvoorbeeld, maar daarvoor moeten we eerst zand hebben. Een papermill. Bijzonder dat hij tallow nodig heeft. Je zou zeggen dat hij daar hout voor pakt, maar blijkbaar niet. En een bookbinder. Die hebben we zeker nog niet. Het gaat ook wat lastig worden. We hebben niet eens papier. Dat zou nog meer tallow vragen. Nou kunnen we eens even kijken of we nog ergens... Kijk. Hier zit op zich ook ruimte voor een veld. Amenities and services. Food production. Dit is wel een vruchtbaar plekje. Kijken. Defenses. Een stukje verlengen. Zaten we qua inwoners redelijk goed. Alle miners zijn overal aan het werk. Ook wel bijzonder. Hier ook, ja. Die deep clay wordt even een dingetje. Wat wil hier omhoog? Work camp. Op zich niet op tegen. Die zou ook kunnen. Ik heb er hier nog eentje. Forester camp. Replant trees. Kijk. Forester camp. Hey, wanneer heb ik die dan gebouwd? Want het is grappig, want ik zei gisteren nog van ik moet eens kijken of ik bomen kan herplanten. Oh, dit is waarschijnlijk de geüpgraded versie. Dat zal het zijn. Was een work camp. In dat geval ga ik ze wel allemaal upgraden. Want er wordt ook wat herplant. Dus upgrade. Upgrade. En hier zat er volgens mij ook nog één. Dan moet hij weer verwijderd. Blijkbaar niet. Even kijken, als ik hem nu aanklik, krijg ik dan alle work camps. Ja, kijk, nu wordt het een forester camp. Precies. Ik ga ervan uit dat ik het zo goed gedaan heb. Die mag ook eentje omhoog. Let's go speed free. There we go. Maak hier even een priority van. Fracture bones. Root cellar. Even aan de andere kant van de straat. Er kan hier nog een huisje tussen. Ja, daar past er precies nog een huisje. Er kan hier mooi de... Maakt dit uit? Nee. Als ik die er dan naast leg... Ja, beter. Go. Upgrades. Upgrades. Wordt er lang gewerkt. En upgrades. Oh, nou ja, 32 al zelfs. Upgrade. Upgrade. En het laatste stukje is al geregeld. Alright, cool. Flink gebouwd. Kijk, hier komt ruimte vrij voor een huis. Nou, oh, daar was al ruimte vrij voor een huis. Nou ja. Nou,
Inspiration. Ja, die past hier dan mooi tussen, denk ik. De Merchant. Laten we hopen dat hij heavy tools bij heeft. En dat heeft hij zo te zien niet. Cell. Chickens. Oh, ik kan ze kopen. Nee, dat heeft geen zin. Ik wil tools. En dan de heavy kind. Yes, alright. Transfer gold. Hoe kan deze upgrade werken? Oh, deze is geblokkeerd. En de rest ga ik houden. Dus, no thanks. Go. Building needs more workers, welke dan? Zoveel flex heb je niet, dus dat hoeft helemaal niet. Zit ik met dat veld, is dat al aangelegd? Daar zijn ze wel mee bezig. Kost even wat tijd, maar dat is prima. Park. Hoe zit het met mijn volop stone gewonnen, dat is fijn, maar ik ging hier ook nog steeds voor mijn sandpit. Ik heb eerst het steen weg waarschijnlijk. Book areas are empty. Van jou, oké. Dat is wel apart, want je hebt hier een compleet bos neergezet, maar goed. Ja, ik kan het gewoon op een ratio van 1 tot 1. Merchant number 2. Geen heavy tools bij. Nee. Oh, wacht. Van weg. Hey, en ineens is die daar. Buy and transfer. Ja, het is een beetje duur, maar het moet toch even gebeuren. Sell. 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 Nog wat ruimte. Ik heb brood bijkopen, want zoveel reserves hebben we niet. Koe, nee. Sell items. Transfer. Confirm. Zo. Dan kan deze ook gaan draaien. Dat doet hij al. Mooi zo. Jij mag. Ja, jij mag maar even weg. Komt daar nog een mail naast? Een 3 lijkt me op dit moment helemaal niet verkeerd. Hier kan nog een huisje bij. Zo, de
stenen weg ligt er al helemaal. Dat zien we wel. Ja, mooi. Temporary shelter. Foraging hut. Root cellar. En een work camp. Je hebt iron nodig. Een beetje meer iron wordt nu wel op tijd. Go, go, go. Heb je meer houtskool nodig misschien? Jij bent vol? Met wat dan? Oh, superveel klei. Echt mega veel. Alright. Snelle stenen moeten gaan maken ook. En dus ook. We hebben ook heel veel houtskool nodig, dus dan mag je ook volle bak gaan draaien. Halen we dat nog? Ja, oh, de farmers staan niet aan. Kijk. Kijk wat ook die andere velden aan doen zijn. Daar wordt nu gewerkt aan graan en boontjes. Het veld ligt dan braak. Ja, dat braak liggen is weer gelijk. Dat is irritant. Carrots. Check. En jij deed de volgende ronde ook al flex. Dus niet twee keer natuurlijk, dat is niet zin. Zo dan. Dus volgend jaar komt er al hier dubbel flex. Confirm. Wat kunnen we dan hier doen? Zal ik zo even uit. Hey, feed for animals. Ik denk ook richting de barley, toch? To flour, barley, buckwheat, weed, flax. Waar is mijn dit is weed, maar als ik ga brouwen. Resources, staat die denk ik onder? Brewery? Of valt het onder food? Chicken coop, goats, barn, bakery? Nee, dat zit toch onder resources waarschijnlijk. Candles, soap, potter, apiary, dat hebben we allemaal. Deze dan. Weaver hebben we ook. Die zeggen dat bier een tier 4 is, want dat lijkt me niet. Ah ja. Hij heeft gewoon graan nodig. Oké, nou dan doen we dat. En go. Villager has been cured. Stockyard is vol. Ook vanwege een mega voorraad klei. Transfer town storage. We hebben heel veel logs nu. Echt veel te veel. Dus dat kunnen we even stopzetten. Zo. Hoppatee. Dat is ook vreemd, of is deze nog niet af? Wel, hij heeft gewoon niet een two-man job ervan gemaakt, nu wel. Nee, die blijft te klein, dus gooi die ook maar even omhoog. Upgrade. Dit is ook goed voor de durability. Dat is ook gewoon natuurlijk handig in het kader van vervoer.
beide. Deze ook. Dat is een flink wat goud, maar dat is op zich niet zo heel erg. Een beetje geld schuiven, zo. Manage walls. Upgrade. Zo. Rotten food. Lots of work area. Is niet meer wat het wezen moet. Ik ga hier toch even uitzetten, want jullie kunnen in ieder geval nog steen opleveren. Zo, go. Kijk, en zie hier de eerste stenen fortificaties. Zoals jij kan geüpgraded worden. Tegen, maar doe maar even zo nog voorlopig. Even kijken. Oeh, we hebben heel veel flax over. Nice. Dan kunnen die weavers ook volle bak gaan draaien. Bijbouwen, storehouse. There you go. Voedsel wordt weer heel schaars, zie ik. Misschien ook wel om wat hunters, want ik heb er maar 4, zie ik. Dat is op zich wel heel weinig op het moment. Hunter cabin, there you go. En die ook. En jij hebt niemand. Hoe zit het met mijn koetjes? Wat is met jou aan de hand? Ah, nog een workcamp. Zich vast upgraden. En mijn cheesemaker, hoe is daar eigenlijk mee afgelopen? Nooit meer iets van gehoord. Ben jij dat? Making cheese. Ik denk dat er melk genoeg is. Of lijkt het zo? Ja, daar ligt die 48 in reserve. Dus ik denk dat jij iets sneller kan werken als je wil. Zeker dat het voedsel op is. Jullie gaan all the way op stone. Hoe lig jij? Maar ik heb een hele gekke plek. Het is een smokehouse, dus heb ik een root cellar. Alright. Naast kunnen. Oh, je had ook hiernaast gekund. Wacht maar even. Cancel. There you go. Trainer. Ja, die heb ik nu. Dus die hoef ik niet nog een keer te kopen, denk ik. Cell. Firm
cel. Wat mandjes over. Wapens. Kan, maar die kan ik op termijn ook wel zelf maken, denk ik. Daar is ook wat van over. Stone. Zo, ik heb even niet zoveel. Dus toch maar een beetje inkopen. Smallpox. Kunnen jullie even uit? Maar iets meer hier van A naar B gebracht worden. Kippies. Meer dan genoeg. Overpopulated. Ja, ik wil best wel wat kippetjes even ergens anders heen brengen, maar het schijnt nog niet zo makkelijk te zijn. Move items to the trading post. Ja, maar dat kan blijkbaar niet. Het is far below price. Below, niet far below, maar toch. Dus dat gaan we niet doen. Dan krijg je ineens allemaal uitleg. Beetje extra eten. Dat wil hij alleen maar kopen. Die ook. En Trader 2, wat kunnen we... Kijk, dat is beter. Oh, maar wacht eens even. Jij wil voor 19 verkopen en jij biedt het aan voor... Oh, je wil het ook kopen. Nee, dan laat maar. Sell. Sell. Ook niet... Kopen. Tello. Lijkt wel een beetje krap in. En die kippetjes kunnen we niks mee. Alright. Illness. Kan gebeuren. Ja, ik weet er alles van. Zo. 30 people graduated. Storage is full. Storage is full. Dat gebeurt heel vaak nu. Vanwege een flink overschot aan iron ore. Als we die nou weer dichtgooien, dan geeft dat ook weer wat ruimte hier in de distributie van spullen. Ja, wat kunnen we verder nog? Welk gebouw hebben we nog niet gebouwd? Misschien moeten we daar gewoon even naar kijken. Defense bijvoorbeeld. De barracks hebben we. Resources. Furniture shop. Check. Brewery. Niet. Ja, waarom eigenlijk niet als we hier nog school gaan bouwen? Hierachter? Zijn mensen er blij mee? Dat is ook een beetje de vraag. Ik ga hem hier neerleggen. Waarom? Dan kunnen we hier het graan maken wat hij nodig heeft. Prioritized, by all means. En dan ben ik benieuwd.
crops lost to disease. Oeh, dat is minder. Hier komt al meteen graan aan voor die brouwer, dat is mooi. En hier komt nog een rondje flax. Waarbij ik nog steeds wil dat er eigenlijk meer zand bij komt, maar dat lukt maar niet. Desirability needs to go up. Let's see what we can do. Oh, die weg is ook gewoon helemaal weg. Oké. Hey, de zaak kan zelfs naar nog een level hoger. Dat lijkt me nu nog niet nodig. Hoewel. Is op. Nou, dan is het graan ook eindelijk op. Ja, precies. Oké. Nou ja, er komt nieuw graan aan, dus niet zo heel erg. Jij bent in principe klaar. Je mist alleen graan. Nou, dat komt als het goed is bijna aan. Ik heb jou nu op hooi gezet. Had dat misschien niet gehoeven, maar goed. Oh, wauw. Wheat level is nog steeds gigantisch. Krijg ik dat nu nog gefixt? Denk het niet. Dan moeten we hier misschien het graan heel even uitstellen. Maintenance. Nou, dit veld is ook super slecht geschikt voor graan, maar goed, dat zien we dan wel weer. Nee, je hoeft niet weg, jongens. Oh, je laat hem ook hier waarschijnlijk. Hier komt wel graan, hier komt flex aan, oké. We need more villagers. Which one? Oh ja, maybe. Dat komt wel. Als je nog meer dan nog klein in de grond, dat zal het probleem niet zijn. Ja, hunting cabin. Oeh, dat is wel een hele dure upgrade. Laat dat toch nog maar heel even. Dat is niet te laat. Nou, dan upgrade het maar. Daar komt mijn graan aan. Ik vertel dat die levels ook een beetje laag. Hier groeit sowieso zo slecht graan, maar dat terzijde. Soil, ja, zie je. Even die, als het dadelijk de winter begint, moet ik even uitzoeken welke soil nu het beste is voor wat. Want ik heb het idee dat ik een beetje aan het klungelen ben. Nou, even alles harvesten. Flax rust, ja. Forestry camp ligt stil. Ja, prima. Come on, guys. Everybody done? Zo te zien wel. Alright. Oh, het geld van eten is nu al op. Jullie even allemaal eruit. Kunnen jullie even allemaal een work camp? Zo. So. Alles leeg, 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 leeg. Dit is waar we zitten. Dus als ik hier dit doe, dat heeft weinig zin. Graan is al beter. Dat is ideaal. Dus dan doen we peace. En dan doen we hier bam bam.
dit is goed, toch? Een klein beetje zand nodig. Pak je weer een ander graan. Zo, oké, dit is mijn graanveld. Jij was... Ook niet echt super geschikt voor die dingen, maar oké. Wat kun jij vooral? Moi? Die is al iets beter. Die is niet beter. Flexie is ook nog niet echt top. Die zit tegen het groene aan. Oké. Die en dan waarschijnlijk ook beans. En beans en tak tak. Sorry. Tak tak. Tak. Ja, oké. Dus dit zijn mijn twee graanvelden. Ik hoop dat jij een beetje geschikt bent voor flex. Gaan we zien. Je begint natuurlijk met onderhoud, maar. Oh, verre van. Hoewel. Current is dit, hè? Oh nee, current is dat. Nou, ik ga toch hier de flex doen. Ik moet daar gewoon zon tegenaan en moet hem even kopen. Forager Shack. Needs food. Which apparently we don't have right now. Maar jij begint weer flink te draaien. Ik denk dat jij trouwens niet geüpgraded kan worden. Food production. Go prioritized. Absolutely. Scurvy. Klinkt niet heel prettig. Kijk, die flex is al geleverd, dus dat is het probleem niet. Mooi. Jongens, bouwen maar. Heavy tool, waar blijf je? Komt hier aan, denk ik. Oh nee, dat was hem niet. Ik denk kruiwagentjes, zal het wel zijn. Maar nee. Als deze molen overigens staat, dan ronden we de aflevering wel. Oh, er zijn niet zo heel veel plankjes. Maar er wordt aan gewerkt, neem ik aan. Ja, volmaakt zelfs. Mooi. Heavy tool, ik weet zeker dat ik hem heb, maar... Misschien moet hij als laatste. Kijk, daar kwam hij aan. Building abandoned. Dat is jammer. Nou, dan gooit hij mijn wife uit. Ja, trouwens. Maar het is niet anders. Oh, jongens, 9 plankjes. New Year. Zo. En nu hebben we de 3. Maximaal 14, maximaal 18, maximaal 17. Alright. Zo, dan kan daar iets meer in kwijt. Storage is full. Alright, get that. Volle bak laat drijven, geen zin, maar
kunnen we iets van een wapenvoorraad bouwen, vraag ik me dan af. Of zien we dat later wel? Dear Sighted, je zou nog een... Dat is misschien wel een goede food production. Hunter Cabin. Daar zou je nog kunnen moeten passen. En die gold en zo, dat komt allemaal wel. Voor nu gaan we afronden. Het is ook vooral de zaak dat we flink blijven zagen, zie ik. Dat gaat ook nog niet helemaal top. Maar dat komt allemaal wel. Het stadje breidt rustig uit. Is het eerste bier inmiddels geleverd? Niet echt, geloof ik. Zijn er mensen met bier? Desirability. Hij zit er tegenaan. Heb je alles wat je nodig hebt? Herbs. 2 food types. Ah, dat is ook een probleem. Met weinig variatie in eten. Daar moeten we ook nog even aan denken. This storage is full. Want... Bricks. Die clay kan voorlopig even stoppen, jongens. Zo, dat lost zich daarna wel op. Tot zover voor vandaag. Ik zeg bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.